We hebben zojuist gezongen over God die de tijden in zijn hand heeft. En dat is een mooie opstap ook om dat onderwerp waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen te bespreken. Want het onderwerp is, zoals u hier ziet afgebeeld, de Aionen in Efeze. Dat klinkt wat vreemd, want met Efeze bedoel ik nou even niet de plaats Efeze. Zoals sommige mensen daar eerdaags naar vakantie gaan, zo hoor ik zojuist nog. Nee, met Efeze bedoel ik de Efezebrief. De brief die onder die naam bekend staat, overigens nogal arbitrair, want de vraag is nog maar of die brief daadwerkelijk aan Efeze is geschreven, maar daar gaat het nou even niet om. Die brief heet nu eenmaal zo, die noemen we zo. En daarover gaat het ook in deze studie. De Efezebrief. Maar nou even dat andere woord. De Aionen. Nou zitten hier nogal wat mensen ook in de zaal die al redelijk weten wat dat is. Maar ik zal u vertellen dat er talloze mensen zijn, en nou beperk ik me even tot christenen, die geen idee hebben wat dat nou voor een ding is. Een aionen. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, wellicht misschien hier ook in die zaal, van is dat nou zo nodig, dat woord aion? Ik heb dat nog nooit in mijn Bijbeltje gelezen. Nou, maar daarmee hebben we meteen het probleem ook te pakken. Want die aionen, die zijn wegvertaald. Helaas. Waardoor er een heel verkeerd beeld, niet alleen maar op de Bijbelse boodschap, op het plan van God, maar zelfs op het hart, de essentie van het evangelie is gekomen. Wat zijn dat nou? Aionen. Want is dat nou zo nodig om een Grieks woord, want laat ik u dan dit vertellen, het woord aion is een Grieks woord. We zullen trouwens zien dat het ook wel degelijk een Nederlands woord is. Je spelt dan iets anders, namelijk de i wordt dan een e. Maar dan vind je het gewoon in Vandalen en in elk willekeurig goed woordenboek. Dus ik zal er straks nog even op wijzen, dus zo onbekend is het nou ook weer niet. Maar we moeten daar gewoon wat aan doen. Als we erover klagen dat het woord zo onbekend is, nou dan gebruiken we het gewoon. Ja, dat is nogal simpel. En dan vraag je één keer van wat is dat? Nou, dan vertel je wat het is. Maar dan moet je wel weten, waarover hebben we het dan? Ik beperk mij vanmorgen tot een klein briefje. Namelijk de Efezebrief. Nou, in de inleiding pak ik het nog even wat ruimer op. Maar vervolgens ga ik naar die Efezebrief, waar het woord aion, een verwant begrip, een zevental keer voorkomt op 6 verschillende plaatsen in die korte brief. En ik zal u ook laten zien hoe elementair het verstaan daarvan is. En ik zal u meteen daarmee ook duidelijk maken waarom ik het met aion weergeef. Want als ik namelijk de vertaling volg, dan krijg je een wirwar van begrippen. Ik zal u eens eventjes iets laten zien, een schema. Dit heet in het interlineair Bijbelprogramma ISA een concordant view. Dat wil zeggen een concordant overzicht van een bepaald Grieks woord. Ik moet even een paar dingen toelichten voor degenen die niet zo zich bezighouden met Bijbelstudie en dat navorsen. Elk Grieks of Hebreeuws woord, een woord in de grondtekst van de Bijbel, heeft een code meegekregen. Dat noemen ze de stroomcode. Dat is wat je hier ziet. Dat woord aion, of alle verwante begrippen, als zelfstandig naamwoord, laat ik het even precies zeggen, heeft de code meegekregen 165. Dat woord komt in totaal 122 keer voor in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is het een wat ander naam, omdat het Oude Testament is de grondtekst Hebreeuws. In het Griekse Nieuwe Testament komt het woord 122 keer voor in 19 verschillende vormen. Hier zie je de wijze waarop dat woord is weergegeven concordant. Dat wil zeggen eensluidend. Gewoon één op één. Niet de ene keer zus en dan een keer zo.
dan geeft hij dat woordje aion, nou in dit geval wel heel erg voor de hand liggend en simpel. Hoe zullen we het woordje aion weergeven? Nou, de Concordant Version heeft gezegd, we geven het gewoon weer met ian. Dat is gewoon de verengelste vorm van aion. In wezen is dat niet eens een vertaling, maar je zet het woord gewoon over in een andere taal. Dat gebeurt, dat is niet zo gek hoor, want dat gebeurt met talloze woorden die we rechtstreeks of indirect hebben overgenomen uit een andere taal. Nou, dan geef je het zo weer. Maar het zal je toch gedacht zijn hoe dat in de vertalingen is gegaan. Laten we eens even ons beperken tot de wijze waarop men het weergegeven heeft met eeuw. Ja, we zien, ik heb het groen geasseerd, groen gekleurd. U ziet hier, nou laat ik het meteen maar weergeven. 17 keer geeft men het weer in de NBG, want dan moet ik er nog bij zeggen. Dit is een view, een overzicht van de NBG-vertaling 51. De Statenvertaling is weer wat anders, maar NBG-vertaling. 17 keer wordt het woord weergegeven met eeuw. Uiteraard dan niet in de zin van 100 jaar, maar in de zin van een tijdperk. Volkomen correct. Ik ga u vertellen, ik zal het u ook laten zien. Men had het consequent altijd gewoon met eeuw kunnen weergeven. Dan had er dan had ik vanavond, of vanmorgen, had ik helemaal niet gesproken over de aeon, had ik gewoon gesproken over de eeuwen in wezen. Maakt mij even niks uit of je nou spreekt over eeuw, met die verstande dat het gaat over een tijdperk, niet 100 jaar, of over aeon, het is momenteel. Het gaat er vooral om dat het concordant, eensluidend wordt weergegeven en niet de ene keer zus en de andere keer zo, want dat is de basis, de bron van verwarring. En wie zou daarachter zitten? Als ik het zo zeg, verwarren. Als je mensen wil op het verkeerde been wil zetten, dan moet je gewoon verwarring creëren. Dat mensen niet meer weten waar het over gaat. Nou, zo is het inderdaad gegaan. Het woord wordt de 17 keer weergegeven met eeuw. Der eeuw, eeuwen, meervoud. U ziet het, dit is nog een aantal keren dat dat dan geteld wordt. Maar het wordt maar liefst 61 keer weergegeven, de rode, met eeuwigheid, eeuwigheden, der eeuwigheid of eeuwigheden. Als je er even over nadenkt, dan denk je, dan is dat al heel vreemd. Dan gaat er een rood lampje branden, vandaar de rode kleur natuurlijk. Want dat is vreemd, want als we onder eeuwigheid verstaan, wat iedereen eronder verstaat, namelijk een tijd zonder begin, in elk geval een tijd zonder einde, eindeloos dus, dan wordt het meervoudsvorm onbegrijpelijk. Want als een eeuwigheid eindeloos is, wat is zijn eeuwigheden dan nog langer? Maar ik vind eindeloos al zo lang. Ik bedoel, dat is een waanzinnig idee, als je daar letterlijk over nadenkt, als eeuwigheid eindeloos is, wat zijn eeuwigheden? En dan nog wel, het wordt ook zelfs weergegeven met heel wat keren, u ziet dat hier niet zozeer, maar met alle eeuwigheden zelfs. Hallo, dus je hebt er zelfs niet, kennelijk niet twee, maar zelfs nog veel meer eeuwigheden. Dat is vreemd. Dat is vreemd, dat is, in het Latijn spreekt men dan over een contradictio, tegenstrijdigheid in terminis. Dan zit in innerlijke tegenstrijdigheid. Als een eeuwigheid eindeloos is, dan is het woord eeuwigheden een merkwaardig, een innerlijk tegenstrijdige weergave. Vervolgens wordt het nog dit woordje aion 14 keer in de NBG-vertaling weergegeven met wereld. En dan heb je nog een aantal keren. Dat het ook, we zullen het trouwens straks ook zien, dat het een keer wordt weergegeven met loop. Het wordt een keer weergegeven met, twee keer met als her, twee keer met tijd. En dan wordt het ook nog bijvoeglijk weergegeven een aantal keren, namelijk met eeuwig of eeuwige. Dat klopt ook niet, want dat is weer een ander begrip. U ziet het, dat is één ding wat duidelijk is. Men heeft dat ene Griekse woord in het enkelvoud of in het meervoud, welke vervoeging dan ook. Men heeft het weergegeven op heel veel verschillende manieren.
En waarbij met name dit in het oog springt. Namelijk, men heeft het een heel aantal keren met eeuw, maar nog veel meer met eeuwigheid of met eeuwigheden weergegeven. Dat zou een mens moeten waarschuwen. Want één ding is zeker, een eeuw is een tijdperk, iets wat een begin heeft en een einde gemarkeerd is. Of het, nou of het einde nou bekend is of niet, maar het heeft in ieder geval, het is beperkt, vandaar ook een tijdperk. Maar een eeuwigheid is juist onbeperkt, is eindeloos. Maar hoe kan één woord twee totaal, zelfs diametrale betekenissen hebben? Dat wil zeggen, betekenissen hebben die elkaar uitsluiten. Als iets een eeuw is, dan is het geen eeuwigheid. En dat zou allemaal teruggaan tot één Grieks woord. Dit is complete verwarring. Vandaar dan zeg ik, mensen, laten we alsjeblieft die weergave, zoals de MBG, maar nou ja, dit is de MBG, maar echt waar, in alle andere vertalingen, vrijwel alle vertalingen, is het iedere keer hetzelfde liedje. En daarom zeg ik, het onderwerp van vandaag is de Aionen in Efeze. Want als ik de weergave zou moeten kiezen van de NBG, of welke andere vertaling ook, dan ben ik al niet meer in staat om deze Bijbelstudie überhaupt te geven. Ik wil u vertellen wat de schrift zegt, wat het origineel. Niet hoe men het heeft weergegeven, want dan raak je meteen al de draad uit. Ik zeg u, het gaat gewoon over Aionen. Dat is namelijk een Bijbelse woord. En wat staat er nou op het spel? Waarom? Ik zal straks nog wel uitgebreider ook laten zien, maar laat ik u dit zeggen. Het meest essentiële, waarom dit zo ongelooflijk belangrijk is, als Aion eeuwigheid is, dan is het evangelie geen evangelie meer. Oei. Dan zit daar nogal wat aan vast. Ja, het is heel simpel ook uit te leggen. Kijk, als de Bijbel begrippen gebruikt als eeuwig verderf. Let trouwens even op de weergave die ik dan kies. Namelijk door een streepje tussen de W, ook hier heb ik het fout gedaan, tussen de eeuw en eeuwige, om aan te geven, eeuwig heeft te maken met eeuw. Ja. Maar goed, begrippen die in de Bijbel voorkomen, eeuwig verderf, eeuwige straf, eeuwig vuur, nou, er zijn nog wel een heel andere varianten. Als dat inderdaad te maken heeft met eindeloosheid, want dat is toch de wijze waarop we dat verstaan. Als iets wat eeuwig is, dan is het eindeloos. Maar als dat zo is, als er inderdaad een eindeloos werk is, een eindeloze straf, een eindeloos vuur. Nou, dan kan ik u dit vertellen. Dan is het evangelie niet langer waar. Namelijk, dan is God geen redder van alle mensen. Dan worden niet alle mensen in de laatste Adam levend gemaakt en gerechtvaardigd, zoals de schrift verklaart. Dan is Jezus Christus niet de redder der wereld. Dan laat God dus kennelijk welvarende werken van zijn handen. Dan wordt de dood niet teniet gedaan. Dat is dubbel niet, hè. Dat is twee keer negatief, dus dan weer positief. Dan krijg je dus de dood wordt... nou moet ik wel even goed zeggen. Nou komt het er niet meer. Dan blijft de dood bestaan, dankjewel Marjolein. Sorry. Dan blijft de dood dus bestaan. Gek genoeg, men zegt dat ook. Hè. Men spreekt in de christelijke wereld over wat is het grote punt in het evangelie. Men spreekt dan over eeuwig wel, eeuwig wee. En men spreekt dan over de eeuwige dood. Wel, lieve mensen, als daar zoiets zou zijn, als de eeuwige dood, en als dat zelfs het lot zou zijn van een deel of het merendeel van de mensen, dan is zelfs de basis van het evangelie niet waar, namelijk dat de dood overwonnen is en teniet gedaan zal worden. Dat is toch wat we geloven. Hij is de overwinnaar over de dood. De dood wordt er niet gedaan. Hoezo eeuwige dood? In de zin van eindeloze dood. Nou, ik kan nog even doorgaan. Maar het evangelie, ik begon er vanmorgen nog mee in mijn dankgebed ook. Ja, zijn naam is wonderbaar. En wat is zijn naam? Jezus.
Ja. Zijn naam is Jezus, maar dat betekent Joshua. Dat is Yahweh redt. Zonder mitsen, maar voetnoten. Je kan er heel veel voor vertellen, maar niets beperkend. Hij redt. Wel, als eeuwig, als aion, eeuwigheid zou zijn, dan is dit dus allemaal niet meer waar. En dan kun je dus het evangelie wel op je kruis schrijven. Dat staat er op het spel. En vandaar dat we dit helder moeten hebben. Daarom zeg ik, dit woord, zoals de Bijbel daar één woord voor gebruikt, zou men het ook één op één weergeven en niet de ene keer zus en de andere keer zo. Het is aion, het is eeuw en niet daar ook nog eens een eeuwigheid van maken, want dat is fataal. Maar, nou, dat is niet fataal hoor, denk ik. Maar, trouwens, ik kan u nog wel eens iets meegeven, dat vond ik een hele mooie weergave. Dat is de Winkelenprins Encyclopedie, want zulke vreemde dingen zeg ik niet hoor. Ik liet u nu even een concordantie zien, maar ik kan u zo eens meenemen naar een. Dit is de weergave van de Winkelenprins Encyclopedie. En die heeft ooit Roemer Keizer eens een keer naar voren gebracht. En ik vind hem altijd nog de allerbeste. Die laat deze. Hij attendeerde mij toen op deze weergave van de Winkelenprins. En daar staat Aion. Dat is een onverdachte weergave. Aion, of de Nederlandse spelling, betekent niet eindeloze duur, maar tijdperk. Nou, hoort u het ook eens van een ander. Ja, ik had nog een hele rits van het naslagwerken. Zelfs christelijke standaardwerken, die geven dat wel toe. Men weet het wel, dat is geen discussiepunt. Alleen men rekent er niet mee en op de preekstoel mag het niet verteld worden. Ik had er nog eentje, die kwam ik vanmorgen nog tegen. En dat is deze, ik heb een vertaalprogramma op mijn computer dat heet Babylon. Ja, nou ja, dat is wel een veelzeggend vertaalprogramma. Het is trouwens van Israëlische signatuur. Babylon, over de verwarring van taal gesproken. Maar die geeft het Engelse woordje Ian, dat is in het Nederlands Aion. En wat is dat? Een langdurig tijdperk. Er is niks mis, of niks moeilijks aan. En volstrekt helder. En dan begrijp ik ook waarom er sprake kan zijn van aionen. Ja, tijdperken, wereldtijdperken. Goed, nou, dat was een lange inleiding. Maar dat moest ik toch even vertellen, voordat we nou naar dit onderwerp gaan. Ik zei al even, dat woord aion in die Efezebrief 7 keer voorkomt op 6 verschillende plaatsen. En ik wil u ze alle 6 ook noemen. En om het aan de hand juist van de Efezebrief te doen, is heel boeiend, leerzaam. Waarom? Omdat we in dat kleine briefje dat Paulus heeft opgetekend vanuit de gevangenis, hij zo'n geweldig overzicht ook geeft over die aionen. Niet omdat dat nou zozeer het onderwerp is, maar het is een heel elementair begrip dat hij gebruikt om te vertellen van Gods plan. En als ik het zo zeg, dan is dat ook letterlijk zo, maar dat is pas de laatste schriftplaats die ik u wil laten zien. Er wordt ook gesproken over dat plan van God der aionen. Ook dat is weer wegvertaald, ik zal het u allemaal laten zien. Goed, nou, ik moet nog één maar of mits erbij geven. En dat is de wijze waarop ik het nu weergeef. Mijn weergave is compleet, maar ik ga niet bij de eerste voorkomen beginnen en dan naar de rest. Maar ik begin gewoon bij de tegenwoordige aion. Vervolgens kijken we terug en we kijken vooruit. Nou, Efeze 2. Daar schrijft Paulus dit. Het is de eerste keer dat we het vinden. Daar wordt gesproken over waarin gij, het gaat daar over de zonden. Paulus schrijft hier aan hen die inmiddels geloofden in Christus Jezus, en maar ooit
wandelden zij in doelloosheid, in zonden, misdaden. En dan staat er, waarin gij vroeger gewandeld hebt. En dan staat er, overeenkomstig de loop deze, er hoort nog een R mij trouwens, de loop deze wereld. Zo is, geeft de NBG dat dan weer. Ik zei u zojuist al, dat woordje loop is ook een weergave van Aion. Want wat er echt staat is dit. Overeenkomstig de Aion van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Nou, de zin gaat nog verder. Maar het gaat me even om dat ene begrip, die frase hier. De Aion van deze wereld. Dat is opmerkelijk. Waarom? Omdat Paulus hier spreekt over de Aion. Ja, een tijdperk. Een wereldtijdperk. Dat is wel opmerkelijk, want een Aion is maar niet zomaar een tijdperk. Nee, het is een wereldtijdperk. Het is namelijk de Aion van deze wereld. Deze wereld komt overeen, daar loopt een Aion. Toen deze wereld begon, begon de Aion te lopen. Zoals ook als deze wereld, in deze kosmos, dit systeem, dat is wat kosmos eigenlijk ook is. Als dit systeem ten einde loopt, dan heet dat het einde der Aion. Een term die heel veel keren voorkomt in de, met name de Evangelie. En dan breekt er vervolgens een nieuwe Aion. Maar dat heeft allemaal te maken met de wereld. Ik zal u dat nog daarbij iets laten zien. Want kijk, je hebt dus de Aion van deze wereld. Maar aan deze wereld, aan dit systeem, aan de wijze waarop we de wereld nu kennen, is ook een wereld vooraf gegaan. Ook daar spreekt de Bijbel over. Nou, ik zal u eens meenemen naar 2 Petrus 3. Oei, wat een... Ik heb, als ik thuis kom, nog wat te corrigeren in de PowerPoint. Want ik zie nu dat er 2 Petrus 3 staat, maar het is 2 Petrus 2. Dus neem het niet kwalijk. Overigens in 2 Petrus 3, dat is verklaard op misverstand, daar wordt ook gesproken over de tegenwoordige wereld en over de toenmalige wereld. Maar goed, 2 Petrus 2, vers 5. En dan lees je dat Petrus schrijft over de wereld van de voortijd. Dat is dus een andere wereld. Hij noemt het in hoofdstuk 3, zoals gezegd, de toenmalige wereld. De wereld die er toen was. En hij plaatst het tegenover de tegenwoordige wereld. Nou, die wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker van gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zon voelde over de wereld van de goddeloze bracht. Dat is de wereld die er toen was. Dat was weer een andere Aion. Ik zal toen straks dat ook laten zien, want aan deze Aion zijn ook Aionen, meervoud, vooraf gegaan. Nou ga ik even terug naar Efeze 2. Daar lees je dus over die gelovigen die voordat zij geloven waren, hadden zij ooit gewandeld overeenkomstig de Aion van deze wereld. Dat wil zeggen, deze wereld, dit wereldtijdperk wordt gekenmerkt door bepaalde geestelijke, of zo wilt, ongeestelijke trekken. En bepaalde kenmerken, karakteristieken. Nou, dus toen zij hem nog niet kenden, wandelden zij overeenkomstig daarmee. Ja, logisch. En dat was allemaal ook overeenkomstig de overste van de macht der lucht. En dat is niet zo'n fris figuur, dat is de tegenstander. Die wordt trouwens genoemd in 2 Korinthe 4 vers 4, de God deze Aion. Hij die het voor in deze Aion voor het zeggen heeft. Is gedelegeerd door, want de God heeft het allemaal perfect in handen, daar niet van. Maar neem niet weg. Iemand die schreef, ik las het van de week, voor een mooie uitspraak. God heeft alles in de hand, maar hij heeft niet de hand in alles. Dat is een nadenken. Ja, en daarmee bedoel ik dit ook te zeggen. In deze Aion is er een God, de kleine letter, de overste, die het voor het zeggen heeft. Nou, een lang verhaal kortmakend. Hier wordt gesproken over de Aion van deze wereld. Wat dat wil zeggen, het gaat over dit wereldtijdperk. We gaan nu naar Efeze 3. En dan gaan we blikken in het verleden. En ik begin even te lezen
bij vers 8. Efeze 3 is zo'n machtig mooi hoofdstuk. Het is een tussenzin eigenlijk. Heel Efeze 3 is een tussenzin, een parenthese. Dat is prachtig gestileerd ook door de apostel. Nou ja, door de grote auteur die hem dit deed opschrijven natuurlijk. Maar waarom? Hij schrijft over deze, over dit tijdperk waarin God vandaag een gemeente uitroept. En dat is dat is tussengeschoven. En hij maakt dat ook duidelijk in een tussenzin. Dat is een prachtige wijze waarop hij dat ook duidelijk maakt. Maar goed, Efeze 3, vers 8. Daar lees je dat Paulus zegt, mij verder weg, de geringste van alle heiligen. Paulus benadrukt dat een en ander maal nogal heel sterk. Hij zegt hier, ik ben de geringste van alle heiligen. Hij zegt in 1 Korinthe 15 zelfs, ik ben de minste der apostelen. En in 1 Timotheus 2 zegt hij zelfs, 1 Timotheus 1 vers 15 zegt hij zelfs, ik ben de eerste der zondaren. Dus de kring wordt steeds groter. Hij was de geringste van de, hij was de minste der apostelen, hij was de geringste der heiligen, hij was zelfs de eerste, de meeste, de grootste zondaar. Een man die het dus volledig van genade moest hebben. Van de week las ik nog een hele discussie. Misschien weet je ervan, Gerard. Dat iemand schreef van, ja, genade. Ja, dan werd het evangelie heel duidelijk naar voren gebracht. En toen bracht iemand daar tegen in. En dan komt Hitler er zeker ook. Dat is altijd weer een geheide argument natuurlijk. Zo van, ja, wij zijn natuurlijk wel veel beter, hè? Maar het probleem lost zich bijbels gezien heel gemakkelijk op. Het is zelfs zo sterk, de grootste der zondaren is juist de man die God heeft uitgekozen om het evangelie uit te dragen. Juist hij. Waarom? Omdat hij daarmee een embleem zou zijn van de boodschap die hij uitdraagt. Namelijk, het is alles genade. Als er genade is voor de grootste der zondaren. En hij zocht het al, hij zocht God niet door. Hij werd in zijn kladden gegrepen. Het werd van bovenaf allemaal gedirigeerd. Dat is een grote tegenstander. Maar hij werd veranderd. Hij zegt elders, trouwens in diezelfde 1 Timotheus... De eerste Timotheusbrief hoofdstuk 1, daar zegt hij, zijn genade heeft mij overweldigd. Dat is het. Begrijp nou die uitdrukking die de gereformeerde theologie gebruikt. Die spreekt over de onwederstandelijke genade Gods. En zo is het. Onwederstandelijk. Hij overweldigt. Nou, Paulus kon daarvan meepraten. Hij zegt, mij verder weg, de geringste van alle heiligen. Is deze genade, want dat is te beurt gevallen. Mooi. Het valt je gewoon te beurt. Er is niks aan te doen, er is ook niks tegen te doen, het valt je te beurt. En wat, over welke genade heeft hij het nu? Wel om aan de heidenen, de natiën, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ik zou er graag dieper op ingaan, maar het zou me even in dit geval afleiden van het onderwerp. Dus ik ga verder. Dan lees je, en in het licht te stellen wat de huishouding, ja, in de NBG-vertaling staat dan de bediening, en als u een Statenvertaling hebt, dan staat er bedeling. Oikonomia, huishouding of het beheer. In het licht te stellen wat de huishouding van het geheim is, of van de verborgenheid inhoudt, en dan komt het. Daar gaat het me nu even om, in dit citaat. Dat van Ionen her. Of vanaf de, letterlijk staat er gewoon, vanaf de aionen verborgen is gebleven in God. De schepper van alle dingen. Waarom wijs ik er nu even op? Wel, dat is vanwege dit begrip. We zagen zojuist dat Paulus in deze brief sprak over de aion van deze kosmos. Hier spreekt hij over de aionen die vooraf gegaan zijn. Dat wordt elders trouwens in de Bijbel ook gedaan, maar goed, ik beperk me nu even tot de Efezebrief. Van aionen her is allemaal verborgen geweest.
in God, de schepper van alle dingen. En Paulus is het geopenbaard, zo zegt hij in dit Efeze 3. En hij mag het in het licht stellen. Wauw. Al, God had er nooit melding van gemaakt, had het nooit geopenbaard. Het was verborgen in hem. Hij maakte Paulus bekend en Paulus mag het in het licht stellen. Aan de natie. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waarom hoor je hier bijna nooit over? Je zou haar zeggen dat het nog steeds verborgen is. Nee, het gekke is, je kan het van de daken afschrijven. Het is inderdaad nog steeds een verborgenheid. En het is ook zo. Zo werkt dat. Ook in deze aion wordt de waarheid, sterker nog, dat is karakteristiek in deze wereld, de waarheid wordt ten onder gehaald. Je kunt het van de daken schreeuwen, maar alles wordt in het werk gesteld om het of tegen te staan. En als dat niet lukt, dan verwar je het gewoon. Heb je exact hetzelfde bereik. Dus je kunt natuurlijk de kop indrukken door gewoon iemand, de verkondiger, hè? Don't shoot the messenger, zeggen ze dan. Maar de verkondiger gewoon de kop af te hakken, om het eventjes plat te zeggen. Maar je kunt veel effectiever, vriendelijker, en dat is gewoon een rookgordijn op te werpen. En de Bijbelvertaling, notabene de Bijbel, mensen, zo weer te geven, een begrip te gaan introduceren, waardoor het hele evangelie niet meer begrepen wordt. En zo is het eraan. Hier wordt gesproken dus over de aionen, de wereldtijdperken die voorafgegaan zijn aan dit wereldtijdperk. Dit wereldtijdperk begon in de dagen van Noach. En loopt binnenkort af als de Heer straks zal komen en er een nieuwe aion gaat aanbreken. Daarover straks meer. En trouwens, daaraan is nog een aion voorafgegaan. Van de schepping. Ik laat het even liggen, maar ik wil alleen maar aangeven, er wordt hier gesproken over de aionen die voorbij gegaan zijn. Naar nog een andere schriftplaats. Nu gaan we naar Efeze 1. En daar vinden we dit, in vers 20. En daar lees je dit. Door hem, ik val even midden in de zin, want de zinnen die Paulus gebruikt, dat is nogal kenmerkend voor de wijze waarop hij dat boek heeft gesteld, zijn lange zinnen. Maar dan zegt hij in vers 20 dit. Door hem, gaat het over God, die Christus, uit de doden opwekt. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten, te plaatsen, of te doen zitten, aan zijn rechterhand in de hemelse gewest, of te midden van de hemeling, of te midden van de hemelsen, staat er eigenlijk. Daar is hij nu. Ontrokken aan het oog, maar waar is hij? Wel, hij is opgewekt uit de doden, de overwinnaar over de dood, en hij is nu aan Gods rechterhand, een erepositie die hij heeft, de hoogste plaats, te midden van de hemelingen, waar wij dat dus niet kunnen zien. Maar dat maakt even niet uit. Hij is daar en zijn positie is boven alle overheid en volmacht. En kracht en heerschappij en alle naam, dat is nogal wat, hè. Hij heeft de hoogste positie, boven overheid, alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion. Niet alleen in deze, letterlijk staat er dus dit in het Grieks, dus u ziet dat in de interlineair die ik eronder heb gezet. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Aha. We zagen dus deze aion, de aion van deze wereld. We zagen de aionen die vooraf gegaan zijn. Hier zien we deze aion, maar er komt ook een toekomende aion. Als je een Jood hierover vraagt, die weet er alles van. Dus een standaard begrip in het Jodendom, die spreekt altijd over Olam Hazeh en Olam Haba'a. Dat wil zeggen, deze aion en de aion die gaat komen. Dat is het tijdperk van de Messias. Waarin de Christus, de Mashiach, zal heersen. Dat is die komende aion. Ook Openbaring spreekt erover. Dat Christus zal heersen hier op deze wereld, in deze wereld. In Jeruzalem zijn zetel zal hebben.
En de Satan, de tegenstander, die nu nog de overste van de macht der lucht is, zal dan gebonden zijn, geen bewegingsvrijheid hebben. Dat heet dan het duizendjarig rijk, wat een foute term is trouwens. Want het is niet het duizend jaar, niet hij regeert duizend jaar, Satan wordt duizend jaar gebonden. Ja, goed. Deze aion en de toekomende aion. Deze aion die duurt is inmiddels al duizend jaar, vanaf de dagen van Noach tot aan deze tijd. En binnenkort loopt die ten einde. Maar, en in deze aion, dat heet een boze aion, God, de Satan is de God van deze aion, die heeft het voor het zeggen. De leugen regeert, maar straks, die toekomende aion, daar zal Christus heersen. En dan zal het inderdaad ook blijken dat hij boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij gezeten is. Dat is zijn positie. Maar dat niet alleen. Nou weten we dus van deze aion, de voorgaande aionen, de toekomende aion, maar nou nog iets. Want dan gaan we naar Efeze 2. En daar lees je over God. Ik ga volweer even midden in de zin met excuses. Hij heeft ons mede opgewekt. Prachtig onderwerp waar Paulus in de Efezebrief breed over uitmeet en over spreekt. Namelijk de positie die Christus nu heeft, die delen wij die mogen geloven met hem. Wij zijn hoofd en lichaam. Wij zijn verbonden met hem. Alles wat God aan Christus beloofd heeft, dat blijkt het deel te zijn niet alleen maar van één iemand, maar van een gezelschap. Dat zijn lichaam daarom ook heet. Nou, hij heeft ons mede opgewekt. Zo ziet God ons. Nu al. Straks zal het daadwerkelijk blijken, maar hij ziet ons nu al zo. Hij heeft ons mede opgewekt, mede een plaats gegeven, of letterlijk mede doen zitten, in de hemelse gewesten. Weer die typische term die in de Efezebrief vaak voorkomt. In Christus Jezus. En daar komt het. Om in de komende aionen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Haha, hebben we er nog weer een bij. Want we zagen zojuist, er breekt straks een aion aan, een nieuw wereldtijdperk. Ja. Maar hier lezen we zelfs over, dat is niet het einde. Zie je hoe trouwens, hoe alles afgevlakt wordt wanneer je er een eeuwigheid van maakt. Overigens, de NBG-vertaling heeft hier wel correct gegaan. Daar namelijk, ze hebben het weergegeven met eeuwen. Maar het idee dat het allemaal een eindeloze eeuwigheid is. Dan krijg je gewoon een rechte lijn die niet onderbroken wordt, die afgebroken wordt. Terwijl het Bijbelse idee juist er een is van tijdperken die komen. Niet van straks komt Christus weer en dan is het eeuwig wel, eeuwig wee en dat is eindeloos. Nee, het zijn tijdperken waarin God zijn plan ontvouwt en realiseert. De komende aionen. En in die aionen, daar gaat het gebeuren. In het boek Openbaringen heette die komende aionen de aionen der aionen. Waarom? Wel, dat zijn de overtreffende aionen. Zoals je spreekt over het lied der liederen, de koning der koningen, de heer der heren. Zo spreekt het mij ook over de aionen der aionen. Die overtreffende aionen, waarin Christus zal heersen. Wel, dan gaan er geweldige dingen gebeuren, ook voor ons. Want dan zal hij te midden van de hemelingen, of de hemelsen, de overweldigende rijkdom van zijn genade gaan demonstreren, etaleren. Dat staat ons allemaal nog te wachten. Daarom zeggen we zo graag tegen elkaar, ik wel tenminste. En beste mensen, kom nog. Dit is alleen maar een voorstel. Dit is deze aion. Weet voor sommige mensen die zeggen dat hartgrondig, daar komt hopelijk snel een einde aan. Ja, nou dat komt ook. Er komt een einde aan. God zegt dan. En dan gaat God ingrijpen. En dan zegt en dan gaat de Christus heersen. Die aionen, dat zijn de aionen.
komen aionen, dat zijn aionen waarin Christus zal heersen. Geweldig, uitnemend, steeds overtreffender. De eenheid, de volgende aion is nog weer overtreffender dan de andere. Geweldig. Dat is ook zoiets. Het geweldige is, als je eenmaal de Bijbelse woorden gaat gebruiken, dan vallen allerlei vraagstukken meteen weg en ze verdwijnen al snel voor de zon. Want dan krijg je bijvoorbeeld de vraag van, ja, Christus, hij heerst. Je leest het in het boek Openbaring en in talloze andere vertalingen lees je dat, wordt het zo weergegeven. Dan staat er, Christus heerst tot in alle eeuwigheden. Er zijn nogal wat liederen die dat ook zeggen. Hij heerst in, hij regeert in alle eeuwigheid. Maar het boek ook, maar Paulus maakt heel duidelijk, hij moet heersen tot dat. Hoe kan dat? Als eeuwigheid inderdaad eindeloos is, als aion, als dat de betekenis is, dan kan het niet. Gebruik gewoon het Bijbelse woord en het probleem bestaat niet eens. Er hoeft niks eens opgelost te worden, het probleem bestaat niet eens. Kijk, zo werkt Bijbels. Gewoon Bijbelse woorden gebruiken, dat lost niet alleen problemen op, het voorkomt ze. Voilà. De komende aionen. Ik heb er nog één. Efeze 3. Ik heb daar gisteren tijdens een begrafenis ook nog over mogen spreken. Het 21ste vers. En dat is een lofzang waarmee Paulus afsluit. Daar lees je dit. Daar lees je in het voorafgaande vers wordt nog gezegd van, heb nu die blijkendste kracht welke in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan bij bidden of beseffen. En dan staat er vers 21, hem, van wie we altijd en per definitie te klein denken, hem zijn de heerlijkheid in de gemeente. Dat wil zeggen in de Ecclesia, nu. Wat God, Ecclesia betekent letterlijk een uitroepsel. Mensen worden nu uitgeroepen. Mensen die God voor de nederwerping der wereld al had uitgekozen. Ze worden nu uitgeroepen. God overtuigt je van die waarheden van hem. Van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wel, hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in alle generaties, tot in alle geslachten. En nou staat er in de vertaling, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, ik heb het doorgekast en niet zonder reden hoor. Want er staat er gewoon dit. Pardon. Nee, blijf gewoon zitten. Er staat gewoon dit. Van de aion der aionen. Men heeft, het is, moet je voorstellen. Hier heeft men van de aionen heeft men gemaakt van tot eeuwigheid. Dus een meervoud heeft men er gewoon een enkelvoud gemaakt. Van de aion der aionen. Dat is de... Kijk, ik zei zojuist wat over die overtreffende trap. De koning der koningen. Hier heb je een prachtig overtreffende trap van de aion. Je hebt de aionen der aionen. Maar hier wordt gesproken, één keer trouwens maar in de Bijbel, over de aion van de aionen. Van alle aionen is dit de meest overtreffende. De aion van de aionen. Taalkundig is het een heel simpel te begrijpen begrip. Het is een overtreffende trap. Maar het is zo belangrijk om dat te zien. De Paulus spreekt daar zo over. En door het allemaal zo vlak weer te geven, de ene keer met eeuwen en dan de andere keer met eeuwigheid, of zoals hier, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is volstrekt niks zeggend. Ja, je kan er wel een betekenis aan gaan toekennen, maar dan leg je er iets in, leg je niet uit. Dit is wat er staat. De aion der aionen. Ik zou graag ook wat meer willen zeggen over die generaties in deze aion. Want dat is een heel boeiend woord. Maar dat doe ik expres even niet. Want ik wil het toch wat bazaal en simpel houden. Maar hier wordt dus nog zo'n term gebruikt. De aion der aionen. Ziet u hoe in zo'n kleine, betrekkelijk kleine brief, de aionen een enorme grote rol spelen, maar dat als je in de Bijbelvertaling dat kijkt, dan valt het allemaal weg. Heb je geen enkel idee, krijg je geen benul ervan. Word je alleen maar op een verkeerd been gezet.
Daarom het is echt geen overbodige luxe om dat op een, bij een gelegenheid als deze onder de aandacht te brengen. Mensen, dit moeten we weten. Waarom? Nou, sowieso de schriften spreken hierover. Maar bovendien, het evangelie is in het geding. Wees je daarvan bewust. Hem zij de heerlijkheid. Ja. En dan, tenslotte, dat is de laatste keer, de laatste schriftplaats waar ik u nu op wil wijzen. Dat is ook in Efeze 3 en daar in vers 11 wordt daar ook gesproken over de Ionen. En ja, dan wordt dat weergegeven in de, zowel in de NBG als in de Statenvertaling met het eeuwige voornemen. Ik gaf u al een paar andere citaten uit ditzelfde Efeze 3, maar hier heb je nog een. Maar een eeuwig voornemen, dat is ook een onding hoor, neem me niet kwalijk. Je zal het toch maar iets eeuwig voornemen. Ja, ik bedoel gewoon als je er logisch over nadenkt, maar dat mag je natuurlijk niet, want als je het over de Bijbel mag niet logisch. Nou, ik denk juist, God is een God van orde, is, hij is woord, logisch betekent trouwens ook woord, het klopt. Zijn woord is de waarheid. Een eeuwig voornemen, wat is dat voor een raar ding? Hebben we een God die zich eeuwig iets voorneemt en dus kennelijk nooit zich realiseert? En je hebt ook van die eeuwige studenten, weet je nou niet. En mensen die altijd maar iets eeuwig voornemen. En dat zijn mensen die dus besluiteloos zijn. Of in elk geval niet realiseren dat wat ze zich voornemen. Maar dat staat er niet eens. Het gaat niet over een eeuwig voornemen. Het gaat hier trouwens al helemaal niet over een het is geen bijvoeglijk naamwoord, maar goed. Dat we het niet al te ingewikkeld maken. Het staat gewoon dit. Het voornemen of de purpose, de voorstelling, het plan. Want dat is het woord wat er het dichtst bij komt in het Nederlands. Het plan van de Ionen. Wauw. Denk daar eens over na. We hebben het over God die de schepper is van alle dingen. Wat denk je nou? Dat er een God is die alle dingen heeft gemaakt. Vlak voordat we begonnen, toen hadden we het nog even over een YouTube filmpje, is het niet Linda, dat we, waarin je zo geweldig ziet hoe kleine details in zijn schepping zo een onvoorstelbaar design ontwerp verraden. Daar is echt over nagedacht. Tot in de kleinste details, de grote dingen. Onvoorstelbaar. De schepper, de bedenker, de ontwerper, maar ook de maker van alle dingen. Denk je nou werkelijk dat die God die de dingen maakt niet weet waar hij mee bezig is? Jazeker mensen. Hij heeft, voordat hij ook maar iets tot aanzijn bracht, de werelden en daarmee ook de wereldtijdperken, had hij een plan. Hij neemt zich maar niet alleen maar iets voor en al niks, al helemaal niet iets eindeloos voor. Nee, hij heeft een plan en hij werkt dat uit. En hij is een God die nooit fouten maakt. En zelfs deze boze Aion is beperkt in tijd en daarin vervult hij dat wat hij zich had voorgenomen. Wat hij ook had bepaald in zijn plan. Zoals een architect die een huis gaat bouwen. Nee, pardon, ik zeg het niet helemaal goed. Als daar een huis gebouwd gaat worden, dan voordat dat daadwerkelijk gebouwd gaat worden, dan heb je eerst een plan, heb je een ontwerp. Zo gaat het worden. En dan, het is niet alleen maar een bouwtekening, maar je maakt daarin ook nog een tijdpad. Dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen en uiteindelijk is het af. Dat doe je bij iemand die creatief bezig is, zeker als het gaat om grote creaties, ligt daar altijd een plan aan ten grondslag. Wat dacht u wat? En dan bereken je ook eerst de kosten. Dat is een andere Bijbeltekst waar ik nu aan refereer. Dat is God ook. Hij is de schepper van alle dingen. Voordat hij de werelden tot aanzijn bracht, had hij plan en voorstel. Hij wist wat hij zou doen. En zelfs hij kende de tijdperken zoals hij het zou laten verlopen. Niets loopt hem uit de hand. Dat is de God. En daarom is dit ook niet alleen maar geweldig in verband met het grote einddoel. Maar het geeft je rust en vrede. Er is één
die de grote, die de schepping in zijn hand heeft, maar ook de aionen bepaald heeft. En wat dacht u nou? Dat hij die het grote geheel alles kent en beheert, bedacht heeft, ontworpen heeft. Dat hij ons kleine leventje niet in de hand zal hebben. Je wordt er zo klein van. Paulus begint trouwens, dit gedeelte in vers 14, is dat trouwens, en zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader naar wie alle geslacht in de hemel en aarde genoemd wordt. Je wordt zo klein voor die grote God. Maar we hebben een God die een plan had en dat plan uitvoert. Dat staat er ook, dat hij in Christus Jezus, onze Here, ja, heeft uitgevoerd, staat er letterlijk in de aorist. Een tijdloze werkwoord. Dat wil zeggen, in Christus Jezus, hij die de overwinnaar is, volvoert hij dat plan. Hij realiseert dat. Niets gaat er mis, hij heeft elk schepsel op het oog. En hij vervult dat volgens zijn voornemen. Niemand valt buiten de boot, hij is de schepper, hij is de redder van die wereld, dat is het evangelie. Het is niet moeilijk. Een kind kan het begrijpen. Hij redt. Zonder beperkingen. En volledig in overeenstemming met dat wat hij zich had voorgenomen en zijn plan. En in hem realiseert hij zich dat. Ja, ik zou dat nog eens wat kunnen uitwerken. Ik had gedacht van nou, misschien dat ik daar nog aan toe kom om dat meer over te vertellen. Maar ik denk dat ik het toch maar niet doe voor morgen. Maar bij een andere gelegenheid kunnen we dat misschien nog eens wat uitwerken. Dit is eigenlijk het plaatje in zijn geheel wat we vanmorgen zo gezien hebben. We hebben de tegenwoordige aion, die hebben we gezien. De komende aionen, de aion van deze wereld. Dus deze. Ja, pardon, de aion van deze wereld. De wereld van de voortijd, daar hebben we het over gehad. En dus, je krijgt dus de voorbije aionen, de tegenwoordige aionen, de komende aionen. Elders wordt er gesproken over de voleinding der aionen. Er wordt ook nog gesproken over voor de aionen. Allemaal termen die gewoon in de Bijbel staan. Dat wil zeggen, in de schriften staan, in het origineel. Wegvertaald. Maar dit zijn die aionische tijden. Dat is ook een uitdrukking die diverse keren in de Bijbel voorkomt. Ook wegvertaald. Maar de schrift spreekt daarover. Je krijgt een prachtige symmetrie en ook een schitterende voorstelling. En je krijgt dus, in totaal heb je 5 aionische tijden, maar als je voor de aionen meerekent en ook na de aionen, krijg je dus 7 tijden. En dan, als je dan de 5 aionen neemt, en wat staat er allemaal in het centrum? Ja, de tegenwoordige aion, in het middelpunt van de aionen, en van de aionische tijden staat hem, staat hij, Christus Jezus. Die zichzelf gaf tot een losprijs voor allen en die opstond uit de doden. Hij staat centraal in dat hele plan dat God zich had voorgenomen en dat hij in hem ook realiseert. Dat is de God die wij kennen. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Ja, over de zoon van David, die opstond uit de doden en nog een aantal andere coupletten. Ja.
We danken u, machtig God en Vader, dat we u zo mogen kennen als een machtig, ja, een almachtig God, die alles beschikt, die alles plaatst, die alles ook gepland heeft en bij wie nooit iets gebeurt zonder dat het past in uw plan. Maar ook een Vader is. U bent de verwekker, de bedenker, de ontwerper van die, al die dingen. Het komt uit u voort. En u zorgt ervoor. U hebt het lief. Om niet. Heer, dat kunnen we niet verdienen. We kunnen het ook, Godzijdank, niet prijs kwijtraken. We kunnen niet prijsgeven. Ja, wij kunnen de waarheid prijsgeven. Maar de waarheid zelf staat. Heer, we danken u dat we werkelijk een blijde tijding mogen kennen. Dat we daar zelf uit mogen leven, daarvan mogen getuigen. En we hebben gezongen, heel de wereld zal het weten. En het is heerlijk om dat ook te weten. Te weten dat de hele wereld dat zal weten. En het is ook heerlijk om dat te weten wanneer we het doorgeven aan een ander. Ook als een ander het niet wil horen, we kunnen altijd zeggen. Ook jij zal het weten, ook jij zal het getuigen. Van harte, God is goed en Jezus Christus, Hij is de overwinnaar. En Hij is degene die God, door wie God deze wereld verzoent. We danken u Heer dat het kruis van God daar bewijst dat uw liefde alles overwint. We dragen ons in vertrouwen bij u op. We danken u Heer dat ons leven misschien moeilijk kan zijn in de dingen die we meemaken, maar dat daar die ondertoon van vreugde en vrede is. En dat we altijd op mogen zien, zoals we zojuist ook zongen, naar boven. Laat ons werkelijk ook mensen zijn, ons niet verkijken op deze aion, deze verwarde, verdraaide aion waarin de leugen regeert. Dat we daar bovenuit mogen kijken. We danken u voor dat geweldige berglandschap en die toppen waarop we vanmorgen ook mochten verheren. Die geweldige dingen die de apostel Paulus heeft mogen optekenen. We verblijden ons daarin. We danken u voor die waarheid. En Heer, we danken u dat u het bent die God alles ook in ons leven uitvoert. En realiseert. In de naam van Christus Jezus. Onze Heer. Amen.